Ik sta hier bij Ankie Hanning. Zij is een van de standhouders hier vandaag op de CREA-beurs in het DOC. Wat heb je vandaag zoal meegenomen, Ank? Nou, van alles wat. Setjes met kollen en mutsen voor kinderen en voor volwassenen. Schemmetjes, gehaakte speeltjes, rammelaartjes. Setjes voor baby's, doekjes, sokjes. Te veel om op te noemen, ik hoor het al. Wat maakt dat jij altijd van die dingen in elkaar zet? Ik hou van handwerken en vooral de variatie erin. De ene keer haken, dan weer breien, dan weer naaien, van alles. Dus je kan je daar heerlijk in uitleven? Ja, heerlijk. Tussen de bedrijven door, lekker even weer relaxen. Het is voor jou dus gewoon relaxen? Ja, dat klopt. Dat klopt. Maar diegene die komt, die kan hier wel ideeën op doen. Dat is het. Dat is het. Dat mag ook van mij hoor. Ik bedoel, ze mogen best naapen. Ik heb het ook niet allemaal van mezelf. Gezinsboer. Ik ben hier altijd beheerder geweest in de DOC, een aantal jaren geleden. En ze hadden mij gevraagd of ik dit wel wou opstarten. Ik zei, nou, dat wil ik wel doen. Dus zodoende zijn we hier weer begonnen. Het is even verwennen. Ik maak veel dingen van klei. Dus van klei en tempexbolletjes met aluminiumfolie. En zo is dit gemaakt. Dan krijg je hele bijzondere creaties. Ja, precies. Zoals deze. Oh, kijk, er zit een lampje in, die kan aan. En zo heb ik hem in klein en in groot. Huh? En daar is er nog eentje met een spiegel, zie ik. Ja. Die is gemaakt van recycling plastic flessen. Er zitten gewoon plastic flessen in. En daar kun je lampjes in doen. Dus dat plastic kunnen we beter oprapen en iets van maken dan... Er zijn ook twee shampootjes. Dan heeft het nog weer een functie. Twee shampootjes. Deze kan toevallig niet bewegen. Maar ik heb daar een vrouwtje, dat is een mannetje en een vrouwtje wat ik heb. En die kunnen het vrouwtje is meer bewegelijk. Dit zijn gewoon Duitse borrelglaasjes. Die zijn op de kop, daar hangen ze in zo'n rekje. En daar heb ik dus Tempex-bolletjes gepakt. En daar heb ik dus dit van gemaakt. Het ontbreekt u in ieder geval niet aan fantasie als ik dat zo bekijk. Die man werd verbannen voor 10 jaar naar de bergen. En de vogel op zijn hoofd, die vrat steeds zijn lever op. En die lever groeide steeds maar weer aan. En na 10 jaar werd hij bevrijd uit de bergen. Dus dat is het is een hele bijzondere, een soort sprookje, zeg maar. Een sage, een legende, een overlevingsverhaal. Heel erg leuk en ik zou zeggen gewoon doorgaan. Doen we wel. We maken er nog een keer 75 van. Dank u wel.